Welkom, we gaan kijken naar het verschil tussen een volledige en een onvolledige verbranding. Ik ga uit van een alkaan en in een alkaan zitten koolstofatomen en waterstofatomen. En bij een volledige verbranding wordt een koolstofatoom in een molecuul volledig omgezet tot CO2. Alle koolstofatomen in het molecuul worden omgezet tot CO2. Alle waterstofatomen worden bij een volledige verbranding omgezet tot H2O. Nou, ik heb hier twee reactievergelijkingen van volledige verbrandingen. Methaan reageert dan met zuurstof tot CO2 en H2O en je maakt hem kloppend. En dat zie je hier ook onder staan van propaan. Dit zijn twee reactievergelijkingen van volledige verbrandingen. Dit is mijn aardgas. Dat ken je wel van vanmorgen toen je een kopje thee ging zetten. Die prachtige blauwe kleur, karakteristiek ook voor een volledige verbranding. En aardgas, het belangrijkste bestanddeel daarvan is methaan. Anders liggen de zaken bij onvolledige verbranding. De verbranding was niet volledig. De verbranding was onvolledig. Er was te weinig zuurstof aanwezig. Dat betekent dat het koolstofatoom in het molecuul dan niet wordt omgezet tot CO2, als er wel voldoende zuurstof aanwezig was geweest, maar bijvoorbeeld tot koolmonoxide, tot maar één O'tje gekoppeld aan die C, of helemaal geen O'tjes. Het kan ook best zijn dat er wel CO2 wordt gevormd, maar dat een ander deel maar wordt gevormd tot koolmonoxide. Ik heb hier een voorbeeld van een onvolledige verbranding van methaan. Nou, het reageert natuurlijk wel met zuurstof, maar ik laat hier koolmonoxide ontstaan en koolstof en water. Ik heb hier maar gewoon voor mezelf iets neergezet als twee koolmonoxide en twee koolstof om de zaak kloppend te krijgen. Maar er zijn heel veel verschillende verhoudingen tussen koolmonoxide en koolstof mogelijk hier. En ik zal hier zelfs ook nog wel wat CO2 neer mogen zetten. Je krijgt een soep aan verbindingen bij onvolledige verbrandingen. Hangt helemaal af van de hoeveelheid zuurstof die aanwezig is. Nou, de vorming van roet, deze jongen, koolstof en koolmonoxide, is echt karakteristiek voor onvolledige verbranding. Dus als er gevraagd wordt naar deeltjes die ontstaan bij onvolledige verbranding, moet je vooral even deze jongens noemen. Het kan ook zijn dat het koolwaterstof, vooral bij wat grotere dan deze jongens, gedeeltelijk wordt afgebroken. En dan spreek je van koolwaterstofresten en die geef je dan aan met CXHI. Nou, een kaarsje dat brandt, kaarsje, dat gele licht van een kaars, dat gele licht is afkomstig van het koolstof dat loopt te gloeien, dat wordt dan wat gelig. En je ziet hier ook, als je dat een beetje opvangt met een plaatje, dat dat zwart wordt. Dat zwart is niks anders dan koolstof. Hier, dit hete koolstof hier, dat koelt hier af aan het plaatje. Dat condenseert hier, dat slaat hier neer en dat wordt dan hier zwart. Ja, je ziet het ook wel in kerken. Als je ergens een kaarsje mag opsteken, dan zie je dan wel eens een hele roetaanslag daarachter. En dat is een beetje vervelend voor al die kerken, want dan zitten ze wel met schoonmaakkosten. Want wie gaat dit allemaal schoonmaken? Jij zet hier je kaarsje neer, maar moest kijken wat voor een roetaanslag je krijgt. Het heeft ertoe geleid dat in heel veel kerken in Italië al, als je daar wel eens bent op vakantie of zo, dan kun je niet eens met een kaarsje opsteken met een vlammetje. Maar dan staat er een elektrisch kaarsje, een lichtje. En dan mag je voor een euro of voor een halve euro een elektrisch kaarsje aansteken. Nou, bedankt. Wacht even, ik wou je toch nog even wat meegeven. Dat koolmonoxide is reukloos en giftig. Wees voorzichtig, vooral als je in een kleine ruimte bent met een niet goed functionerende verwarming. Als hier in die verwarming, wanneer die niet goed functioneert, een onvolledige verbranding plaatsvindt, dan vindt daar dus vorming van koolmonoxide plaats. Doe dat ding meteen uit en zet een raam open. Als je namelijk in een ruimte bent, vooral in een kleine afgesloten ruimte waar het koolmonoxide dan door die verwarming vrijkomt, komt het in je lichaam terecht. Je ruikt het niet en je wordt een beetje slaperig. En je krijgt nog meer van het spul binnen. Je gaat misschien even op de bank liggen of op bed liggen. Je valt in slaap en je wordt gewoon niet meer wakker. Dat koolmonoxide, dat hecht zich aan jouw hemoglobine in je bloed. Hemoglobine in je bloed is verantwoordelijk voor het zuurstoftransport. Dat is O2.
Nou, twee O'tjes naast elkaar worden ingevangen door dat hemoglobine. En dit is een C'tje en een O'tje naast elkaar. Dit is bijna net zo groot als O2. Dat CO wordt dan ingevangen door je hemoglobine. En je hemoglobine transporteert dan geen zuurstof meer. Nou, je voelt wel aan dat dat dan niet meer goed komt met je. Het leidt ieder jaar weer tot doden. Dus ongelooflijk zonde, want het kan allemaal voorkomen worden als die verwarmingselementen maar gewoon goed werken. Of er is voldoende afzuiging. Zijn bekende doden Herman Rens en zijn vrouw, circusdirecteur van Circus Rens. Ze had caravan, kleine ruimte, afgesloten ruimte. Het is koud, je zet de verwarming aan en het loopt niet goed af. Vitas Kerulaitis, een tennisster uit de jaren 70, winnaar van de Australian Open 1977. En nou, Wimbledon, ergens in de halve finale ging hij eruit. Ook een slaapruimte, verwarming aangedaan, functioneerde niet goed. En het loopt niet goed af. Dus wees alsjeblieft voorzichtig hiermee. Kaarsje in huis aansteken, komt er ook koolmonoxide vrij. Maar dat kan echt geen kwaad. Want er is maar een klein beetje CO dat vrijkomt. En een grote kamer en voldoende ventilatie. Nou, dan is er niks aan de hand. Maar owee, kleine ruimtes met die verwarming die steeds staat te loeien en niet goed functioneert, dat is foute boel.